torna ed è questa una bella notizia. AC Milan Channel verzorgt dagelijks een journaal vanaf Milanello, waar bewakers de fans op afstand houden. Maar ons onverwachte bezoek zorgt toch voor een glimlach bij de trotse Italianen. Nederlanders zijn namelijk speciaal en één in het bijzonder. Ambaste numero uno. Gullit. Gullit. Hollanda. 50 kilometer ten zuiden van Milaan ligt het trainingscomplex van een van de grootste clubs ter wereld. Gullit, Rijkaard en Van Basten zorgden begin jaren 90 voor de grootste successen en worden nog altijd op handen gedragen. Ja, zeker. Als je hier ook door de gang loopt, dan zie je een hoop portretten en daar hangen hun drie zeker bij. En, ja, je ziet op elke foto, ze hebben toen natuurlijk de Champions League een aantal keer gewonnen. En je ziet dat dat nog steeds hele grote manieren zijn hier. Met zijn 21 jaar staat Van Ginkel pas aan het begin van een internationale carrière. Maar hij heeft pech en traint op dit moment apart van de groep. Na een kruisbandblessure van 9 maanden bij Chelsea raakte de middenvelder uitgerekend tijdens zijn debuut in een basis voor Milan opnieuw geblesseerd. Dat is nu 3 weken geleden. Je denkt natuurlijk wel van, dat gebeurt mij weer. Het is een beetje ongelukkig. Ik heb de video ook nog gezien. Eigenlijk voelde ik me heel goed. Maar ongelukkig kwam ik op via een sprong op zijn voet terecht. Een soort volleybalblessure, zeggen ze dan. En dan gaat je enkel jammer genoeg dubbel. En gelukkig viel het iets mee. En ben ik alweer bijna fit. Ja. We are very, very happy to his quality, not only about players, but about guy, about player, about very good professional player. Marco van Ginkel is misschien wel het grootste talent uit de opleiding van Vitesse. 2 jaar geleden was hij een van de beste spelers van de Eredivisie. Volg je Vitesse nog een beetje? Ja, of ben je dan ineens toch ver weg als je in Londen zit en dan in Milaan? Nee, zeker niet. Ik heb ook altijd Nederlands voetbal thuis. Ik heb Fox ook. En dat is altijd wel lekker om te kijken. Je kent natuurlijk een hoop jongens nog. En dat is altijd leuk om te volgen. Een verschil met Vitesse en iets dat opvalt op Milanello is dat de enorme luxe die je er verwacht niet is. De sfeer is los en relaxed. En deuren staan letterlijk overal open. Op de meeste plekken mag gewoon gefilmd worden. Op het veld dan is het allemaal serieus, maar eromheen dan zijn het hele vriendelijke, open en aardige mensen. En dat merk je dan ook als je het complex binnenkomt. En daar zijn eigenlijk alleen mensen die iets met AC Milan te maken hebben. Dus daar is de sfeer zeer goed. Ja. Van Ginkel zegt dat hij goed is opgevangen bij zijn nieuwe club. En niet alleen de aanwezigheid van Nederlander Nigel de Jong helpt daarbij. Je komt natuurlijk toch van Chelsea. Het is natuurlijk wel iets anders binnenkomen dan dat je van Vitesse komt, met alle respect. En ik denk dat de meeste jongens mij ook al kenden. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld met Chelsea ook al tegen AC Milan gespeeld. Dus dan ken je toch een aantal jongens ook waar je tegenover hebt gestaan. Dat is altijd wel leuk. Ja, en Nigel kende ik natuurlijk van de nationale ploeg. En Torres en SGM bijvoorbeeld al van Chelsea. Dus dan is het wel makkelijker binnenkomen dan dat je helemaal niemand kent. De voertaal bij AC Milan is ondanks de vele nationaliteiten gewoon Italiaans. Clubicoon Filippo Inzaghi is na het ontslag van Clarence Seedorf de nieuwe trainer en spreekt nauwelijks Engels. Ook dat is dus een uitdaging voor Van Ginkel. Ja, het enige nadeel is dat de trainer niet heel goed Engels kan. Dus jij nog niet zo goed Italiaans? Nee, het wordt steeds beter hoor. Ik heb lessen, maar het is natuurlijk moeilijk. Ik ben er 1,5 maand nu. Maar het gaat steeds beter. Je verstaat steeds meer. En het heeft even tijd nodig natuurlijk. Zondag hervat ook AC Milan de competitie met een uitwedstrijd tegen Hellas Verona. Voorlopig nog even zonder Marco van Ginkel.